Het mooiste plaatje van deze dag vind ik nog wel geen voetbal. Ik ben vandaag op het Avico-toernooi 2017, georganiseerd door Siol. En bij mij, Howie. Ja, ik ben Howie Mai, dus een van de organisatoren en lid van de toernooicommissie. Avico Cup, kan je het nog heel even in het kort vertellen voor mensen die het echt niet weten? Nou, de Avico Cup is een internationaal jeugdtoernooi die we nu voor de 43ste jaar achtereen al houden. En ja, de laatste 5, 6 jaar heet het inmiddels al de Avico Cup. Georganiseerd door Siol, maar er doen heel veel clubs aan mee, hè? En niet alleen Nederlandse, ook buitenlandse. Vertel. Ja, er doen, in totaal doen er 76 teams doen er aan mee. Op dit moment uit 4 landen. Helaas hebben er 2 landen afgehaakt. Nou, de landen die meedoen zijn naast Nederland natuurlijk Engeland, Duitsland en België. Ja, dat zijn alles bij elkaar toch gauw zo'n tussen de 1200 en 1300 deelnemers die hier gedurende 2 dagen in Kuik op deze sportvelden van zowel Siol als JVC, maar ook de Bullfighters en Civicum verblijven. Ja, een hele organisatie en dat doe je dus inderdaad niet alleen.
Nee, dat klopt. We hebben een toernooicommissie van 8 mensen en we zijn echt een heel jaar bezig. Dus als we alles daar opgeruimd hebben, dan nemen we 2 weken vrij en dan beginnen we weer de opstart voor volgend jaar. Maar buiten dat, je hebt zoveel vrijwilligers nodig. We werken bijna met 80 vrijwilligers, met heel veel sponsoren. Ook de hele middenstand in Kuik, die helpt erbij. Want ja, het is, zoals ook de wethouder met de opening zei, een van de grootste evenementen van het land van Kuik. Ja. Een flinke organisatie. En jullie verbinden er ook nog altijd een goed doel aan, hè? Wat is het deze keer? Ja, het goede doel, we hebben specifiek ook gekozen nu voor een goed doel wat heel dichtbij bij Sion ligt. Dat is in de wijk Valuwe natuurlijk het kinderboerderij Het Ganzenbos. En waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Ik bedoel, jullie gaan ook wel eens een landelijk thema aan, maar deze keer dus het plaatselijke. Waarom? Nou, precies zoals ik eigenlijk net zei, om het dichtbij ook eens een keer bij Sion te houden en echt voor de Kuik en maar ook voor de Valuwe die ja, natuurlijk door de geluidsoverlast, laat ik het zo even zeggen, want ja, het is goed te horen overal, toch daar een stukje ja, feedback krijgt van een organisatie naar een eigen gemeenschap. Ja. Dit jaar de 43ste keer, het loopt, het gaat goed? Ja hoor, gisteren was het wel enorm warm. Maar ja, de temperatuur begint langzaam ook weer omhoog te kruipen, maar gelukkig niet meer zo heel warm als gisteren. En plannen voor de toekomst? Ja, de 44ste keer die volgend jaar in ieder geval een weekend later zal gehouden worden op 1 en 2 juni. Dus we gaan een paar weken gaan weer vrolijk verder met de nieuwe versie, de 44ste keer. Oké. Nou, dan kunnen we dat vast in onze agenda zetten. Ik dank je wel voor je tijd en volgens mij word je alweer geroepen, of niet? Ja hoor, de wedstrijd moet weer beginnen. Dus, Oké, bedankt. Graag gedaan, Leer. Zojuist al, bij het Avico-toernooi is ook altijd een goed doel verbonden. En deze keer is dat kinderboerderij Het Ganzenbord in onze eigen Valuwe. En bij mij... Gert Segers. Ik ben de voorzitter van de nieuwe stichting. Sinds januari zijn we een vrijwilligersstichting. En zijn we heel hard bezig met een groot plan, zal ik maar zeggen. Een groot plan? Ja. We willen de oude hokken allemaal opruimen. Die zijn niet meer van deze tijd. En, we hebben een plan voor een nieuwe schuur. We hebben daar ook een tekening. En ja, we hebben een vergunning. We hebben al een heleboel geld, ook van de gemeente. Maar nog niet genoeg. Dus zo'n goed doel is hier, dat is zeer welkom. Maar we moeten nog verder ermee. We zijn met fondsen bezig en zo. Dus ja. We hopen dat we na de vakantie, zeg maar na de bouwvak, dat we een begin kunnen maken. Ja. Want een kinderboerderij in de Valuwe, hoe belangrijk is dat? Nou, iedereen zegt dat het heel belangrijk is en ik ben er nog niet zo heel lang bij. Maar ik zie wel een heleboel aanloop van kinderen en mensen uit de buurt. En... Hoeveel geld is er nodig voor een grondige verbouwing? Ja, veel. We hebben vorige week de doorrekening gekregen van het bouwbureau. Dat gaat 170.000 kosten. Daar zitten natuurlijk dingen in, doen we die wel of niet. Maar ik vind bijvoorbeeld dat we wel zonnepanelen op het dak moeten leggen. Dan kan dat wel later, maar ja, als je zo'n vernieuwbeurt... je moet ook een beetje milieubewust bezig zijn. Hè. Dat hoort er ook bij. Dus, maar goed, dan moeten we dat eventueel ook in fases. Maar die schuur die moet er voor de winter staan, want nog een keer zo'n winter... Zoals we nu gehad hebben, dat is niks. Hè? Het is niet goed voor de beestjes. Nee, en ook niet goed voor de mensen. En we willen ook dat er bijvoorbeeld mensen met een handicap kunnen komen werken. Maar wij hebben geen goede verblijfsruimte en die begeleiding kunnen we niet goed organiseren.
Dus dat hoort er ook bij, dat je een paar goede voorzieningen hebt. Ja. Je moet een invalide toilet hebben en zo. Ja. Nou, ik hoor het wel. Dat geld wat hier binnengehaald wordt, dat komt zeker op een goede plek terecht, hè? Ja, zeker, zeker. Ja. En ik moet zeggen, we treffen wel overal goede wil. Maar net als de fondsen, daar moet je weer op wachten. Hè. Dat ja. is, ja, zo gaat dat. Ja. Maar we doen ons best. Ja. Ja. Nou, de dieren staan hier. Die kunnen geknuffeld worden. De eieren en cakejes zijn te koop, zie ik. Het loopt. Ja, nou, gisteren was het zo heet. Hè. Wie koopt er dan een cupcake? Maar goed, de kinderen wel. Maar ieder beetje helpt. Hè. En, nee, dat komt wel goed. Ja, je moet ook niet te veel verwachten. Maar dit, uiteindelijk gaat het lukken. Ja. Nou, dankjewel voor de tijd. En wij gaan natuurlijk nog even naar het voetballen kijken nu. Hè. Bedankt. Hoi. Stel jongens die vast alweer vroeg wakker waren en jullie gaan je allemaal één voor één voorstellen. Jij bent? Mick. Koen. Jelte. Jelana. Daan. Mo. Keen. En Tim. Nou, en van welke voetbalclub zijn jullie? Haafsja. En waar komt die vandaan? Hees. En zijn jullie al vaker hier op dit toernooi geweest? Ja. Ja. En heb jij goed gevoetbald? Ja, tuurlijk. En heb jij een goal gemaakt? Ja, tuurlijk. Ja. En heb jij goed verdedigd? Ja. Ja, nee. En jij bent niet de grensrechter, hè? Nee. Nee. En jij, wat heb jij gedaan? Veel doelpunten gescoord. Nee. En hoe gaat het? Hoe staan jullie in de lijst vandaag? Ja, we zitten in de winnerspool, want we zijn tweede geworden. Kijk, dus ik heb al meteen een hele goede club gevonden hier, zie ik wel. Toch? Ja. En vinden jullie het ook leuk hier? Ja. Slapen jullie een beetje 's nachts? Nee, nee, nee. Nee. Wat doen jullie 's nachts dan? Ja, gewoon kletsen. Lol maken. Een beetje klooien met Wouter. Hij al dronken, jongen. Jullie moeten zo meteen nog voetballen? Ja. 2:10. Nou, dan wens ik jullie hartstikke veel succes en maak er iets sportiefs van, hè? Hoi. Dank jullie wel. Hier op het kampeerterrein en hier heb ik alweer een ploeg gevonden. Eerst namen, jij bent? Pim. Jay. Gijs. Sam. Jamal. Nou, hoi allemaal. Van welke voetbalclub zijn jullie? FC Unitas. En waar komt FC Unitas vandaan? Eindhoven, Woensel. Dat is een mooi stukje weg, of niet? Ja. Zijn jullie al vaker hier op het toernooi geweest? Ik nog niet, maar misschien anderen wel. Ja? Iemand van jullie al vaker hier geweest? Nee? Hoe vind je het hier? Ik vind het heel leuk. Ja? Ja. Jullie, daar zitten gewoon mensen te lachen. Maar jullie hebben vast wel vaak al een toernooi gevoetbald, of niet? Ja, heel veel. Ja. En hoe gaat het tot nu toe met dit toernooi?
Met ons gaat het wel goed. Wij zijn eerst geworden en we zijn door. Kijk. Dus ja, maar wij moeten nog beginnen. Want wij zitten in C en in D. Oké, dus dit zijn gewoon verschillende teams bij elkaar al hier. Dit is de D2. Wij twee zijn de D1 en de rest is C4. C114-1. Vandaar de andere kleur shirt. Ja, ja. Oké, en hoe gaat het met jouw team? Ja, goed. Nou hebben we alles gewonnen. We zijn nog onverslagen. En we moeten nog één wedstrijd. Nou, super knap. En dat gaat zo meteen gebeuren. Zometeen ga je kampioen worden, denk je? Misschien, denk ik wel. Nou, en jullie? Jullie gaan ook kampioen worden? Nee. Nee, jullie niet? Nee. Maar je hebt er nog wel plezier in? Ja. Oké. Okay. Nou, ik wens jullie nog een hele sportieve dag toe allemaal. Dank jullie wel. Je krijgt de beker, je krijgt nog een beker. Hier, pak hem maar even, hier, kijk eens. Nou, gefeliciteerd, kijk nu even. Hartstikke mooi, hè? Hou hem allemaal. En hou hem nog een groot applaus aan Sino, Jeo 9-4. Oké, kampioenen. Ik ga ervan uit dat jullie volgend jaar... Hallo, ik heb 2017. Dit is een kamp onder 15-1. Ja, tuurlijk mag je iets zeggen. We willen graag de organisatie bedanken voor dit mooie toernooi. Dankjewel jongens. Dankjewel jongens. Hey, iedereen een goede reis ernaar. Bedankt en hopelijk tot volgend jaar. Fijne dag allemaal en nogmaals dankjewel.